gezellig. Even van het oude Altena-Staten, die dus nu voortaan bij Maaswaarden horen. Ja, ik word er wel heel blij van hoe druk het hier nu is, maar ook hoe snel jullie alles opgepakt hebben in de afgelopen 3 maanden. Want we hebben toch met elkaar echt bergen werk moeten verzetten om te zorgen dat jullie door konden, dat de zorg voor onze bewoners en de cliënten in de thuiszorg niet haperde, dat we gewoon verder konden waar we mee bezig waren. En ondertussen vergoeden wij van alles van jullie, ja, maar je moet ook nog dit, en je moet ook nog dat. En toen
kwam ook nog even per ongeluk de inspectie langs om even te kijken hoe gaat het hier en hoe doen wij het. Nou, het goede nieuws is, want we hebben het conceptrapport binnen, dat we daar echt wel een compliment krijgen. Dus natuurlijk zijn er aandachtspunten, maar in de basis, we gaan echt met heel veel hoop een nieuwe toekomst in met elkaar. En ik vind het superleuk om te zien dat het hier zo druk is vanmiddag. En ik hoor dat dat de hele middag het geval is geweest. Ja, en dat geeft natuurlijk ook sprongen ruimte om door te gaan bouwen met elkaar. En ja, vooral voor onze bewoners en de cliënten in de thuiszorg te gaan zorgen dat de zorg met het hart, zoals ze bij Maaswaarden altijd zeggen, ook hier gaat landen en dat iedereen die gaat voelen. Dus op weg naar nog heel veel mooie activiteiten waar we met elkaar vooral met in het hart de bewoner voorop stellen en aan de slag gaan. Dus nou, ik hoop u nog vaak te zien, dat is de korte samenvatting. Nog een gezellige middag en vooral voor de bewoners en de familieleden en de medewerkers. Nog heel lekker eten straks, want we worden nog even gewend bij de avond. Dank jullie wel. Locatie De Grient. En dat hebben de bewoners, de familie en de medewerkers met elkaar bedacht en opgestemd. Dus De Grient vanaf nu. Fijne middag nog allemaal.